Na de wedstrijd Hoek Sportlust staan we met trainer Patrick Loenen. Patrick, van de week spraken we elkaar en toen zeiden we al tegen elkaar, dit wordt een heel moeilijk potje. Viel mij mee de eerste helft, jou ook? Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met ons te maken. De tweede helft was iets moeilijker. En dat had ook met ons te maken. Maar even naar de eerste helft kijken, hè, want je scoort drie keer, maar het zijn ook maar drie momenten. Ik denk dat je verder weinig uitgespeelde kans hebt gehad. En heb je gezien hoe ze spelen? Die spelen met 11 man op eigen helft. Ik denk dat we 4 kansen hebben gehad. We maken 3 goals. Ik denk als een tegenstander zo verdedigend speelt en je creëert 4 kansen, ja, dan denk ik dat we het gewoon goed gedaan hebben. Dat betekent, als dat het gemiddelde is, krijg je er 8 over een wedstrijd. Dus ja, dat is prima. Ja, had je verwacht dat Hoek zo zou spelen? Want ja, die spelen natuurlijk ook nog wel ergens voor. Maar had je verwacht dat ze zo zouden gaan spelen? Ja, ze spelen wel een tijdje wat verdedigende onder die nieuwe trainer. Dus dat was niet nieuw. Maar ik denk van ja, ze zijn veilig. Misschien dat ze ons wel onder druk willen zetten. Ze missen wel die linksbuiten en die nummer 10. Die Rick Impes, geloof ik. Ja. Dat is voor hun wel een dingetje. Ja, want op het moment dat zij de bal verliezen of veroveren, dat zag je de eerste helft, counteren ze 2-3 keer. Ja, met die 2 spelers erbij, nee, die maken wel het verschil. Dus, ja, overal, ik vond ons gewoon redelijk volwassen. Ze waren goed aan de bal, waren geduldig. Scoren op de juiste momenten. Ja, we denken dat we het gewoon goed gedaan hebben, Willem. Ja, ik heb eigenlijk in de tweede helft niet echt op mijn gemak gestaan. Jij wel? Nou, ook niet echt ongemakkelijk. Ik vond dat we, ja, het is allemaal wat minder. Zij doen wat meer en wij wat minder. Misschien heeft het ene wel met het andere te maken, maar van minuut 70 kwamen we daar doorheen. Zeker met het inbrengen van Thomas. Floris zat er een beetje doorheen en Thomas is zo dwingend aan de bal. Dat zie je nu ook. Ja, alsof hij gewoon nooit geblesseerd is geweest. En je ziet wel als een tegenstander jou pijn wil doen of die wil druk zetten. Je hebt een speler die zo geduldig aan de bal is. Ja, dan hou je controle over de wedstrijd. Het was niet groot, de tweede helft, maar het was genoeg. En je ziet ook dat je nu 4 wedstrijden achter elkaar de nul hebt gehouden. Daar kun je op verder bouwen, denk ik. Ja, dat geeft geen garanties. Alleen we winnen 4 keer verdiend. Ja, we hebben een hele goede fase gehad voor de winterstop. Toen een hele vervelende, hele slechte na de winterstop. En nu lijkt het weer dat het weer een beetje terug is. Maar of het op tijd is, dat weet ik niet. Nee, dat gaan we volgende week nog even een klein stukje bekijken. Voor de wedstrijd hadden we het even over de busreis deze kant op. Toen zei je al, ik hoop dat ik de terugreis gewoon gezellig mee kan maken. Nou, dat gaat wel lukken na die 4-0 overwinning. Het is toch anders, hè? Is toch heel anders, denk ik. Hey, volgende week wedstrijd tegen FC Lisse. Dat is erop of eronder? Ja, maar dat is al 4 weken. Maar ik denk dat wij volgende week winnen. Ja, daar gaan wij ook vanuit. En natuurlijk zijn wij daarbij. Maar als ik trainer was, had ik het in de kleedkamer laten zien. Ja? Ja. Okay. De trainer van sporters denkt dat ze winnen. Ja, nou dan denk ik dat ze dat ook wel gaan doen. Alhoewel, ik weet niet of ze de beelden gaan gebruiken. Ik wens in ieder geval een heel fijn weekend, maar dat gaat lukken. Een hele goede terugreis, ook dat gaat lukken. En we gaan elkaar volgende week weer zien. Goed, dankjewel, Patrick. Hoi.